Een bril die op afstand een zorgexpert meelaat kijken om de perfecte behandeling te bieden. Dat klinkt futuristisch, maar toch is het al wel realiteit. Hoe zou zo'n bril nou succesvol ingezet kunnen worden in die zorg? En als het kan helpen, wat is er dan eigenlijk voor nodig om zorgprofessionals er dan ook mee te laten werken, om ze te laten omarmen? Saxion-onderzoeker Niek Zuithof die promoveerde gisteren op een onderzoek naar dat soort vragen in de Lutherse Kerk in Amsterdam. Niek, goedemiddag. Goedemiddag. Moet u je inmiddels dokter Zuithof noemen? Ja, officieel wel. Nou, gefeliciteerd. Dan ben je dus geslaagd gisteren. Dankjewel, inderdaad. Het is gelukkig heel goed verlopen. Ja, ja. In de Lutherse Kerk in Amsterdam is dat ook weer gegaan met officiële mensen in gewaden en een stok die op de grond slaat en dat soort dingen? Inderdaad, ja. Dat is een hele promotiecommissie met opponenten die mij allemaal moeilijke vragen gingen stellen. En die wordt voorafgegaan aan een pedel, zoals ze dat noemen. En die heeft, die leidt die hele ceremonie eigenlijk. Ja, prachtig om te zien altijd. Goed, maar terug naar waarvoor je dan precies gepromoveerd bent, waarop. In een notendop, wat heb je nou ongeveer onderzocht? Nou ja, eigenlijk die slimme brillen, daar is al een hele lange ontwikkeling gaande eigenlijk. Sinds de jaren 70 was er eigenlijk de eerste slimme bril, er waren al de eerste tekenen van. Maar in 2014 markeerde wel een bijzonder punt. Dus voor degenen die het kennen, kwam Google met een bril uit, dat heette Google Glass. En die werd heel snel beroemd. Er waren echt heel veel mediaberichten over. Maar die werd ook heel snel berucht vanwege die camera die erin zat. En heel veel mensen die waren toch eigenlijk wel een beetje benauwd en ook wel een beetje bang van wat doe je met die camera en staat mijn privacy nu op het spel? Dus ik wilde eigenlijk weten, willen mensen en met name zorgprofessionals, willen die dat eigenlijk wel gebruiken? En als ze dat dan inzetten, ja, wat is er dan voor nodig en hoe dan? Daar zit ook een wat breder probleem onder, begrijp ik, van ja, we hebben handjes nodig in die zorg en die bril zou misschien wel uitkomst kunnen bieden. Maar ja, als het weer op gespannen voet staat met hoe we überhaupt kijken naar slimme brillen met camera's, dat ligt er een beetje onder, toch? Dat klopt inderdaad. Ja, in de zorg zijn we heel vaak met innovaties bezig. En we weten dat we in de komende 15 jaar afstevenen op steeds meer tekorten eigenlijk. Door de vergrijzende samenleving en eigenlijk dus ook een tekort aan zorgpersoneel hebben. Ja. Dus aan alle kanten wordt er gewoon veel verwacht van nieuwe technologie. Alleen het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat het ook meteen goed ingezet kan gaan worden. En dat is inderdaad altijd een ingewikkeld vraagstuk. Als we naar zo'n smart glass of een slimme bril, hoe je het wil noemen, kijken. Ja, inmiddels, het laatste wat ik ervan weet is dat volgens mij Microsoft nog met zijn HoloLens eraan werkte. En er zullen allerlei virtual reality, augmented reality oplossingen zijn er inmiddels. Maar als we kijken naar die slimme bril in de zorg, waar hebben we het dan eigenlijk over? Hoe ziet dat eruit? Ja, we onderscheiden wel eigenlijk verschillende type brillen. We hebben de virtual reality brillen. Dat zijn eigenlijk de gesloten brillen. Meer de skibrilachtige monturen zou je kunnen zeggen. Daar kijk je ook niet doorheen. Alhoewel, er is wel een nieuwe ontwikkeling gaande. Die heet mixed reality. Waarbij je dus door de camera's van zo'n bril ook je omgeving nog een keer kan zien. Dan hebben we een andere variant. Dat heet augmented reality. Dan ben je eigenlijk echt de fysieke wereld en de digitale wereld aan het combineren. In 3D. Dan heb je de bril Google Glass. Ik heb er hier eentje mee. Ik zal hem even opzetten voor degene die meekijkt. Dat is eigenlijk een heel licht montuur. Dat noemen ze assisted reality. Er zit eigenlijk maar een heel klein schermpje op en een camera en een touchpad die je ook hands-free kan bedienen. Dus dat is de assisted reality. En als laatste is er een nieuwe variant bijgekomen in de laatste tijd. En dat noemen ze display glasses. En dat is eigenlijk, die kun je verbinden met je smartphone of met je laptop. En dan zie je eigenlijk een heel groot zwevend scherm voor je in de lucht, zeg maar. Die beweegt dan als het ware met je mee, zodat je werk kan doen of films kan kijken of wat dan ook maar. Ja. Maar als we het hebben over de zorg, is die assisted reality bril, dus de Google Glass-achtige bril, of een andere variant die ik hier heb, de Vuzix bril, ja, die wordt daar dan gebruikt. Ja, ja. En die heb jij dus nu op je hoofd en die filmt ondertussen wat jij ziet? Ja, in het geval van wondzorg, waar we dit ook onderzocht hebben, is het zo dat de wijkverpleegkundige zo'n bril kan opzetten. En dan kan het ziekenhuis eigenlijk op afstand meekijken. Dus als iemand een complexe wond heeft, die moet dan toch al schoongemaakt of verzorgd worden, dan kunnen ze meekijken via die bril. Dan kunnen ze bijvoorbeeld ook via het schermpje instructies geven door een foto te maken van de wond en dan met kleurtjes of tekeningen aan te geven wat er moet gebeuren. En zodoende kunnen ze die bril dus gebruiken. En met name dat het feit dat je je handen dan vrij hebt om een zorghandeling te doen, dat maakt dit zo
interessant, maar ook vanuit hygiëne-aspect natuurlijk. Ja, je hebt een soort van assistent die met je meekijkt, die misschien net iets meer verstand heeft. Laten we even, er is een video waarin dit ook wat duidelijk wordt. Daar hebben we een klein stukje van, om even in de praktijk te zien. De smartglas werkt als volgt. Ik maak met mijn bril contact met het SKB in Winterswijk. En dan wordt een live verbinding tot stand gebracht, zodat ik mijn handsfree heb en de wondpolie zaken kan laten bekijken waar ik of onzeker over ben, of ze willen gewoon een update van een bepaalde wondstatus hebben. Dus ik krijg een soort belletje op een computer en ik kan dan door haar ogen meekijken. Je mag hem wel vertellen, ja. Ellen, want hij maakt zich zo'n zorgen dat het echt wel stukken beter uitziet dan vorige week. Het is niet zorgwekkend meer, je bent op de goede weg. Dus je kan inzoomen op de wond. Ik kan de wond op haar bril eigenlijk tekenen wat ik zie. Want ik zeg van, goh, daar moet je wat weghalen. Of heb je daar een ondermijning? Als we kijken naar de voordelen van het ziekenhuis, dan kijken we vooral naar een efficiënte manier van tijdsbesteding. Hè. Dus de patiënt kan nu sneller worden behandeld, omdat je meer afspraken binnen een uur kan doen. Heel efficiënt met de tijd om kan gaan. Ja, om kan gaan, dat was het nog weer even. Vooral een vorm van tijds... het scheelt tijd, zeg maar, hoor ik. Maar tegelijkertijd zal het ook... Die wijkverpleegkundige krijgt natuurlijk iets meer kennis met wat hij überhaupt kan doen, omdat hij gebackupt wordt, direct feedback krijgt van een expert. Ja, precies. We wilden ook een beetje eigenlijk weten wat zijn neveneffecten van het gebruik van deze bril. En dan zie je dus dat er eigenlijk aan alle kanten hier winst is. Als ik even naar de wijkverpleegkundige kijk, ja, die zegt de kwaliteit van zorg wordt verbeterd, omdat ik nu eigenlijk direct contact heb met het ziekenhuis. Normaal gesproken dan rapporteren we terug bijvoorbeeld hoe het gaat met een wond of met een bepaalde patiënt. Maar nu hebben we direct contact en de patiënt kan ook nog eens een keer meteen meeluisteren. Dus je krijgt eigenlijk een driegesprek wat je eerder niet had. Mm-hmm. Aan de kant van de patiënt of degene die zorg ontvangt, die zegt dan weer, ja, ik kan eigenlijk gewoon thuis blijven. Ik hoef geen mantelzorger of ik hoef geen familielid te vragen om mee te gaan naar het ziekenhuis. Of ik hoef geen taxi te bellen bijvoorbeeld. Dat scheelt natuurlijk een heel hoop gedoe ook. Is dit de voornaamste toepassing die je hebt gevonden met het gebruik van die smartglasses? Of zijn er nog meer dingen die je hebt uitgevonden hoe het in de zorg wordt gebruikt? Ja, er zijn verschillende toepassingen wel uitgeprobeerd. Ook bijvoorbeeld als het gaat om mensen die wat verward zijn of onbegrepen gedrag, zoals dat ook wel noemen. Of je dan zin heeft om een expert in te schakelen. Die is minder succesvol als toepassing. Er is echt geëxperimenteerd met huisartsen. Als die bijvoorbeeld even snel een expert nodig hebben vanuit het ziekenhuis bijvoorbeeld, om even mee te kijken. Dat is volgens mij nog steeds gaande. Er is wel gedacht aan ambulancepersoneel die dat in zou kunnen zetten bijvoorbeeld. Ja, dus er zijn meerdere ideeën over hoe je dit soort... Ja, meekijken op afstand, zo kunnen we het misschien het beste noemen, hoe je dat in kan zetten. Maar goed, dit voorbeeld dat waar we net even een video van zagen en waar je zo een x-aantal voordelen opnoemt. Is dat breed in den landen, wordt dat gebruikt? Er zijn meer plekken in Nederland waar dit gebruikt wordt. In het zuiden van het land bijvoorbeeld wel, maar nog lang niet overal. Hè. En ik merk dat er nog steeds wel interesse is. Of dat, ja, soms is het ook niet altijd even bekend. In Twente, als we het dicht bij ons eigen huis houden, in Twente wordt dit gebruikt, dit soort systeem? In Twente, bij Winterswijk dus, bij de SKB en de thuiszorgorganisaties die daar ook werken. Winterswijk is net buiten Twente natuurlijk, maar MST, dat soort ziekenhuizen, ZGT... Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Maar ik kan dat gerust binnenkort eens even uitzoeken. Nee, ja, goed, ik was wel benieuwd van als het dan inderdaad zo'n uitkomst biedt. Hè, want ja, goed, die tweede vraag die je natuurlijk stelt is... één is, hè, wat is de functie? Hoe zou het kunnen helpen? Nou, dat zien we eigenlijk. Dat beeld hebben we. Maar wat is er dan voor nodig om het omarmd te laten worden door de zorg? Ja, ik zou zeggen, dat is toch bijna dan ook geen vraag. Wat is het bezwaar voor zorgmedewerkers om hier mee te werken? Ja, er zijn wel twee dingen die wel belangrijk zijn. Want eigenlijk maak je het werk hier ook wel weer complex mee. Want er moeten drie, in ieder geval, dan denk ik even aan de patiënt, aan de wijkverpleegkundige in het ziekenhuis. Die moeten tegelijkertijd op hetzelfde moment verbinding met elkaar hebben. Dus alles moet op dat moment klaar zijn voor gebruik. Dus die bril die moet dan natuurlijk gewoon goed opgeladen zijn. Er moeten geen updates worden gepusht. Soms zegt het apparaat bijvoorbeeld zelf van ik ga nu updaten, terwijl je net wil bellen met het ziekenhuis. En dat zijn van die kleine manco's die het dan wel weer ingewikkeld maken. En als het werkt, is het natuurlijk fantastisch, dan is er ook tijdswinst. Maar als het niet werkt, kost het ook meteen weer meer tijd. En dat is bijvoorbeeld een van die technische problemen die lastig is. Ja. Aan de andere kant is ook wel een beetje de kosten.
Het ziekenhuis kan daar bijvoorbeeld met een innovatiebudget dat kan het bekostigen. Maar op de langere termijn is dat moeilijker, want de baten liggen ook ergens anders. Namelijk misschien wel bij de patiënt, die heeft daar misschien wel voordeel aan. Of de wijkverpleegkundige die ook meer feedback krijgt en daar meer van leert. Ja. Ja, wie moet verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de software bijvoorbeeld, voor het onderhoud van die brillen? Dus dat zijn nog vraagstukken die nog niet opgelost zijn. Ja. Maar daar heb ik specifiek geen onderzoek meer naar gedaan. Ja, dus, ja gewoon even, weet je wat kost zo'n bril dan? Bijvoorbeeld die hier wordt gebruikt in dit specifieke geval? Dat varieert. Maar rond de €1000 moet je in ieder geval denken. Ja, en maar daar hoort natuurlijk ook nog een softwareprogramma bij. Ja. Daar hoort ook nog een router bij om verbinding te maken. Als je bijvoorbeeld via 4G gaat dat dan, hè, met een klein simkaartje erin. Dus een mobiele router om voor internet te zorgen. Daar hoort nog een klein Bluetooth speakertje bij, zodat de patiënt ook mee kan luisteren. Dus ja, eigenlijk heb je het over een hele reeks apparaten die met elkaar gekoppeld moeten worden. Ja. Hey, en dat privacy vraagstuk, hè, waar we eigenlijk het begin van het gesprek ook even over hadden, die bij de opkomst van Google Glass in de eerste instantie eigenlijk het grootste probleem was. Dat mensen dachten, je gaat toch niet met een bril met een camera erop rondlopen. Dat is echt heel eng. Is dat al een beetje wat meer geaccepteerd ook in de zorg? Of is dat ook nog een struikelblok? Nou ja, wij hadden dus eigenlijk verwacht dat het in de zorg ook een probleem zou zijn. Want daar heb je juist persoonlijk contact. En daar moeten we die privacy juist, die is daar juist ook belangrijk. Maar toch zagen we het tegenovergestelde eigenlijk. En ik denk dat het dus ook uitmaakt of je zo'n bril dus gebruikt zomaar op straat. Of in een café of waar je dan ook maar komt. Of dat je hem echt inzet voor een zorgtoepassing. Want daar is de context gewoon heel anders. Ja, ja. Als iemand een complexe wond heeft, dan wil hij gewoon graag zo snel mogelijk ook beter worden. Het liefst. Hè? En dan is dat belangrijker even dan bijvoorbeeld zorgen over privacy. Ja. Maar daar hoort ook nog iets anders bij. Er is ook gewoon heel veel vertrouwen in onze zorgverleners. En dat is ook wel, dat is ook wel iets moois, denk ik. Dus het is toch voor mensen uiteindelijk een soort van belangenafweging. Privacy versus, ik wil ook gewoon beter worden en zo snel mogelijk en zo goed mogelijk. En dat is het interessante inderdaad. Als je buiten op straat loopt, denk je misschien wel eens mijn privacy belangrijker. Maar als je ziek bent, dan is gezondheid even belangrijker. Dus zo kunnen onze waarden ook weer veranderen afhankelijk van wat er aan de hand is. Ja. Of door de tijd, ja. Maar dan blijven dus, als ik dat zo even heel snel probeer te recapituleren, blijven vooral over organisatorische drempels. Hè. Je moet allemaal samen zijn op dat moment. En kostentechnisch misschien, het is wel aardig aan de prijs. Maar dat zijn dingen die misschien wel te overkomen zijn? Of heb je daar überhaupt, heb je er zo aanbevelingen gedaan? Ja, nou eigenlijk aan meerdere kanten wel hoor. Ondanks dat ik het niet specifiek onderzocht heb, is het natuurlijk ook gewoon van belang dat zorgverzekeraars dit kunnen gaan vergoeden bijvoorbeeld. Er wordt in de zorg gewerkt met diagnose-behandelcombinaties. Ja, als het dan nog niet effectief bewezen is, dan is er ook geen vergoeding voor. Dus daar moeten we ook hard aan werken. En ik hoop dat onderzoek daar ook aan bij kan dragen om te laten zien welke toepassingen wel goed werken, ja, zodat het dan breder ingezet kan worden. En wat kosten betreft op het gebied van technologie, zien we dat in de loop van de tijd producten dus wel goedkoper worden als technologie verder ontwikkeld wordt bijvoorbeeld. Dus dat is dan meer een kwestie van tijd eigenlijk. Ja, ja. Maar ja, dus het hele zorgsysteem verandert ook een klein beetje en daar moet ook aan gewerkt worden. Is het nou zo, want je hebt dan een onderzoek gedaan. Daar hoort natuurlijk altijd een mooi rapport bij. Want je hebt het bijvoorbeeld over zorgverzekeraars. Eigenlijk misschien wel over het hele zorgsysteem. Wie ziet dit nou? Wat gebeurt er nou met je rapport? Nou, wat wij, onder andere is het gepubliceerd. En de verschillende artikelen die daarin staan zijn ook al eerder gepubliceerd. Dus die zijn vrij verkrijgbaar voor iedereen. Maar wat ik ook doe en wat ik altijd heel leuk vind om te doen, ik word wel eens uitgenodigd door zorginstellingen bijvoorbeeld om hier iets over te vertellen. Of bijvoorbeeld een coöperatie als de Technologie en Zorgacademie, die we in Twente ook hebben. Nou, daar vertel ik dan over wat er speelt. En daar zitten ook wel eens directeuren van zorgorganisaties bij bijvoorbeeld. En soms ook een zorgverzekeraar. Dus dan kunnen we dit soort thema's ook aan de man brengen. Ja, ja. En zelf, ja, je bent nu dan gepromoveerd. Zit er voor jou nog iets in dat je denkt van, nou, ik wil dit of dit eigenlijk nog wel verder gaan uitdiepen of iets ergens op dit vlak? Ja, we gaan eigenlijk wel verder op verschillende thema's. Het hele implementatievraagstuk, hoe doe je het in een organisatie, in een zorgorganisatie, daar hebben we een nieuw project over. Maar met die brillen gaan we nu ook naar de industrie toe.
Zij hebben namelijk een vergelijkbaar probleem, een tekort aan medewerkers. Vakmensen zijn gewoon moeilijk te krijgen. Die specifieke vakkennis die vertrekt ook als iemand met pensioen gaat bijvoorbeeld. Dus nu zijn we eigenlijk bezig met verschillende bedrijven ook. Van kunnen we die specifieke vakkennis nou digitaal vangen? Bijvoorbeeld in een virtual reality bril. En kunnen we dat dan overbrengen aan medewerkers die uit het buitenland komen bijvoorbeeld? Of in plaats van een groot handboek te geven, kun je dan iemand gewoon een bril opzetten en daar die fijne kneepjes van het vak mee overbrengen. Dus dat is een ander project. Dus we kunnen het op meerdere vlakken kunnen we dit een vervolg gaan geven. Kijk, op weg naar een stukje wereldverbetering. Mooi. Dr. Niek Zuidhof was dat die je hoorde over smart glasses in de zorg. Dankjewel, Niek. En succes met je verdere onderzoeken. Hartelijk bedankt.